Hoi, mijn naam is Rick en welkom bij deze aflevering van Skill. En nu we het over de matpatronen met de dame en het paard en de dame en de loper hebben gehad, gaan we het vandaag hebben over matpatronen met een dame en een toren en een toren en een toren. We hebben het in aflevering 16 al gehad over de rollende torens. Want hoewel het uiteindelijke resultaat met een dame en een helpermat of een vluchtveldenafnemermat ook goed mogelijk zijn in deze matpatronen, is de grootste truc met mat in 2 met dit soort matpatronen dat het idee van de rollende torens, een hele lijn of een hele rij afnemen, je vaak op weg helpt naar de juiste matuitvoering. In dit matpatroon zijn er 3 soorten matpatronen. De dame en de helper, de vluchtvelden afnemen en de rollende torens. En daarbij helpt dus die laatste je vooral op weg naar het juiste matpatroon. Dit gezegd hebbende gaan we door naar het eerste voorbeeld van vandaag. Zwart is hier aan zet. Het is mat in 2 en je krijgt weer 5 seconden. Wat ik eerder al zei, is dat het idee van de rollende torens je op weg moet helpen naar het juiste matpatroon. Hier kunnen we dat bereiken door de toren naar E1 te spelen. We vallen nu de witte koning aan en we nemen nu meteen deze hele laatste rij weg van de koning. Hierdoor heeft de koning nog maar 2 vluchtvelden over. Hij kan alleen nog maar naar F2 en naar H2. Dat maakt deze matpatronen in die zin wel wat makkelijker, omdat je met een hele lijn of een hele rij afnemen het aantal vluchtvelden van je vijandige koning een heel stuk kan beperken. Op het moment dat wit dan een zet speelt, is het daarna slechts met de dame de juiste vervolgzet vinden om alle vluchtvelden af te nemen. Op het moment dat de koning naar F2 loopt, is dat dame E3. Loopt de koning in deze situatie naar H2, dan is het mat met dame H4. Dus door het idee van de rollende torens te gebruiken, jagen we de koning naar het veld waar we hem graag naartoe willen hebben. Waarna we door het vluchtvelden afnemen hier mat kunnen geven. Nu we de dame en de toren aan het werk hebben gezien, gaan we naar 2 torens. Ook hier is het mat in 2. Hier is wit aan zet en ook hier krijg je weer 5 seconden. Hier hebben we weer eigenlijk hetzelfde idee. Door toren D1 te spelen, nemen we deze hele lijn weg van de koning. Daarnaast, omdat we de rollende torens al een keer behandeld hebben, neemt deze toren deze hele lijn weg van de koning. Hierdoor heeft de koning nog maar heel weinig vluchtvelden. Namelijk maar 1. Door deze zet jagen we dus weer de koning naar het veld waar we hem naartoe willen hebben. De koning moet naar C6, waarna je via toren E6 weer alle vluchtvelden af kan nemen van deze koning. Bij de 2 torens zal je iets vaker een beetje hulp moeten hebben van andere stukken dan met de dame. De dame kan nou eenmaal gewoon meer velden aanvallen. In deze situatie krijgen we dus een beetje hulp van deze pion en deze pion, die dit vluchtveld op B5 en het vluchtveld op C7 afnemen van de koning. Ook bij deze matpatronen kunnen er signalen zijn dat deze in jouw stelling kunnen zitten. Je koning staat opnieuw aan de rand of staat kwetsbaar. Zoals in dit laatste geval staat de koning in het midden, maar je kan hem wel makkelijk schaak geven. Je hebt je torens en dames dicht bij elkaar en ze staan dicht bij de vijandige koning. En ze kunnen de koning schaak geven en je kan door het idee van de rollende torens een hele lijn of een hele rij van de koning afnemen. Ga dus ook op zoek naar deze signalen in jouw stelling of in jouw schaakpuzzel. Samengevat hebben we het volgende behandeld in deze aflevering. We hebben het over de matpatronen met een dame en een toren en een toren en een toren gehad. We hebben behandeld hoe deze eruit zien en hoe je deze gedwongen in 2 zetten kan bereiken. En tot slot hebben we de signalen behandeld dat dit in jouw stelling kan zitten. Ook aan het eind van deze aflevering zal er een opgave in beeld verschijnen die je zelf kan proberen op te lossen. Daarnaast zal er een link in de beschrijving staan naar een website en zullen de pagina's van de stappenboekjes worden genoemd waar je dit onderwerp zelf thuis verder kan oefenen. Zet tot slot het antwoord van de opgave die in beeld verschijnt in de comments en ik zal aangeven of je oplossing juist is of je anders tips geven hoe je de oplossing wel goed op kan lossen.